gaat hij eraan? Ja, Volendam, Fortuna, 2-4. Wie had dat gedacht van tevoren? Ja, klopt. We hebben lang niet meer gewonnen. Ik geloof 15 wedstrijden of zo. Ja, gelukkig winnen we weer eens. Gewoon super. Ja, en op wat voor een manier? Ja, we zijn eigenlijk... eerste minuten zijn we niet zo goed begonnen. Kregen we een tegengoal binnen. Maar daarna zijn we gewoon prachtig gewoon gaan voetballen. Maken we de 1-1, 1-2, de 1-3. En we hebben gewoon verdiend gewonnen vandaag. Ja, en ik denk met een hoofdrol voor jou. Hè? Betrokken bij 3 golen. Ja, klopt. Eerst 2 goal assist, derde goal penalty veroorzaakt. En ja, uiteindelijk maakte de 4e doelpunt. Ja, dus je staat hier als een gelukkige speler, neem ik aan. Ja, dat wel. En dat is ook mijn eerste doelpunt, dus ik ben gewoon gelukkig vandaag. Ja, dus dat wordt vanavond een rondje voor jou in de bus. Oh ja. Gewoon rustig aan. Ja, rustig aan en dan verder. Ja, gewoon zoals altijd. Niet gek doen. Nee, ook niet heel even na zo'n fantastische pot. Nee, gewoon thuis rustig gaan, met familie zitten, een beetje genieten. Morgen gewoon genieten. Ja, en dan weer verder natuurlijk. En dan natuurlijk volgende wedstrijd proberen dit weer te evenaren, deze wedstrijd. Ja, volgende week spelen we thuis tegen Jong PSV. We hebben de afgelopen 2 wedstrijden thuis hadden we kans om te winnen. En ja, hopelijk kunnen we nu wel tegen PSV. Kunnen we een goede reeks ervoor doorzetten. Ja, want we willen natuurlijk toch nog een plekje stijgen op de ranglijst. Hè? Ja, ik heb gezien is nog 3 punten met Helmond en Achilles. Dus nog 3 wedstrijden te gaan. Dus nog 9 punten te behalen, dus alles kan. Dan gaan we daarvoor, dat we in ieder geval nog 2 plekken stijgen. En dan voor nu met een tevreden gevoel terug naar Sittard. Ja, zeker. Komt goed. Ja, nou, gefeliciteerd met je eerste goal. Dank je wel.